Yo, wat mensen van mij, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we een update video doen, want ik moet met jullie even praten, alweer. Dus ik zie jullie na de intro. Goed, daar zijn we weer. De inhoud van deze, hoe moet ik het zeggen? Wel belangrijk om even aan jullie te vertellen waarom ik deze week niet heel erg vaak heb geüpload. Ja, eigenlijk één keer. Dus normaal liggen de video's rond de 2-3 video's. Dat heb ik ook beloofd. Deze week maar één. Want het was best wel naar. Want ik had een opnamedag gepland voor mezelf. En daarvoor had ik hoofdpijn. Hoesten, dat soort dingen. Dus ik en mijn ouders naar de GGD. En jou hoor, positief. Ik was positief getest op corona en daarom kon de hele heute met teut. Kon ik niet naar mijn studio en moest ik boven blijven op mijn kamer een hele week in isolatie. Nou, hartstikke geweldig. De video heeft wel goed gescoord gelukkig. 13, volgens mij nu 13 weergaven, als ik het goed zeg. Dan weten jullie het ook even. Ik kon er niks aan doen en het is best wel rot om, ja... om dit te moeten zeggen. Niet om het te zeggen, maar het is gewoon nadat je het krijgt. Je kan er niks doen. Je hebt gewoon helemaal niks om te doen die week. En dus neem maar, mijn week bestond letterlijk uit YouTube en tv kijken. En dat was het. Voor de rest, was mijn kamer. Ik kon een beetje rondjes lopen in mijn kamer, maar niemand doet dat. goed, dan weet jullie het ook weer. Het is weer lekker zondag, deze wordt denk ik. Vandaag weer geüpload. Echt boeiend voor jullie. Maar goed. Nu zijn jullie ook weer op de hoogte gesteld. Ik kwam weer moeilijk uit mijn woorden. Moet even weer erin komen. Naar de flow van... Ik ben een beetje uit mijn flow geraakt door corona. Maar goed. Vind je deze video leuk? Ik weet niet wat hier leuk aan is. Om een update video te vertellen dat ik corona heb. Hartstikke leuk. Doe hem... Druk dan ook gewoon eventjes op de abonneerknop. Dan zitten we gewoon op de 90 abonnees. Alsjeblieft. Steun me alsjeblieft. Want ik ben echt bijna. En dan zie ik jullie later. Doei!